We zijn hier vandaag omdat Infrabel samen met de partners de nieuwe fietsverbinding opent onder de drukke spoorweglijn lijn 12. En die komt ter vervanging van de overwegen die hier een beetje verderop gelegen is. Wel, we zitten er eigenlijk op de kruising van twee doorgaande fietspaden, waarbij dat dus de inwoners of de fietsers van de ene fietsverbinding naar de andere kunnen en ook het spoor ongelijk gronds kunnen kruisen. Ze gaan niet meer hoeven te wachten op een gesloten overweg, kunnen hier rustig van de ene fietspad naar de andere doorsteken. Voor ons is dat een prachtige verbinding tussen een thuis en de trein zelf, de opstap van de trein. Als we met vakantie gaan, is dat weer een paar minuten gespaard. De samenwerking die we hier hadden tussen district, stad en Infrabel is zeer vlot gelopen. Ik moet zeggen, het is altijd een uitdaging, dit soort toch wel grote, complexe projecten die technisch ook wel wat betekenen. En ik moet zeggen, hier is het echt perfect gelopen. Eens dan het lintje kan doorgeknipt worden, ja, dan kan je er enkel maar heel tevreden mee zijn. En vooral ook blij dat er zoveel mensen naar komen kijken. Dat geeft meteen ook aan dat er wel naar uitgekeken werd door de bewoners, ook door de scholen. Dus dat is heel fijn om op zo'n moment hier te staan.